Er staat groot onderhoud gepland aan de Rijksweg bij Malden tussen de J.J. Ludelaan en Nijmegen. In 2017 hebben de gemeente Heumen en de provincie samen de riolering onder de weg geïnspecteerd. Daaruit blijkt dat de riolering van erg slechte kwaliteit is. Deze werkzaamheden willen de gemeente en de provincie combineren met het groot onderhoud aan de Rijksweg. Er wordt geluidreducerend asfalt op de rijbaan geplaatst en ook worden er kleine maatregelen toegepast om de verkeersveiligheid te verbeteren. Het was de bedoeling dat deze werkzaamheden in 2018 zouden worden uitgevoerd, maar nu is besloten om dit uit te stellen tot 2019.